Goedemorgen, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Met boven Nederland een wisselend bewolkt beeld en uit de wolken die soms overtrekken valt lokaal nog een licht buitje. Maar op de meeste plaatsen is het droog en geleidelijk breekt de zon wat vaker door. Vanochtend is het een graad of 5, vanmiddag lopen de temperaturen nog iets verder op en dan zitten we zo rond de 6 graden, op een enkele plek iets hoger. Geleidelijk aan steeds meer zon, het noorden van het land blijft het meest gevoelig voor wolkenvelden en de wind waait zwak tot matig uit de noordelijke richting. Vanavond steeds meer opklaring en een temperatuur die al rap richting het vriespunt gaat zakken. In de nacht krijgen we op de meeste plaatsen 1 of 2 graden vorst. De wind draait verder naar het noordoosten en morgen staat er zelfs een oostelijke wind. Dan hebben we weinig wolken meer over, alleen in het noorden komen we ze soms nog tegen. Het blijft in elk geval droog, het is namelijk fris met een graad of 5 maximaal. Voor maandag nog weinig verandering, flinke zonnige perioden, misschien wat sluierwolken en lage temperaturen. Vanaf dinsdag meer bewolking. Dinsdag nog op de meeste plaatsen droog. Maar woensdag gaat het regenen. En dan gaat het kwik ook vlot omhoog. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.